Verduurzaming van historische gebouwen is een uitdaging. Daken bezitten veel waardevolle cultuurhistorische waarden die een verhaal uit het verleden vertellen. Deze willen we behouden voor toekomstige generaties. Denk hierbij aan een bijzondere dakvorm, de materialen van de dakafwerking, een oorspronkelijke kapconstructie, zoals een onbeschoten kap, of bijzondere binnenafwerkingen. Momenteel zijn veel daken van historische gebouwen niet geïsoleerd. Hier ligt een kans om het gebouw energiezuiniger te maken en CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast vergroot isolatie het comfort voor de bewoner en verlaagt het de energiekosten. Bij de keuze om het dak te isoleren is een zorgvuldige aanpak gewenst. De keuze hangt onder andere af van de nog aanwezige waarden en de huidige kwaliteit van het dak. Deze kan je bepalen vanuit een bouwhistorisch onderzoek en de bouwkundige staat. Het raadplegen van de bouwhistorische gegevens biedt inzicht in welke dakelementen waardevol zijn, zoals oorspronkelijke materialen en structuren. Deze informatie bepaalt mede of en waar het plaatsen van dakisolatie mogelijk is. Daarnaast kan je via een bouwkundige inspectie de bouwkundige staat van het gebouw bekijken en onderzoeken of er verbeteringen of herstelwerkzaamheden nodig zijn. Breng in kaart uit welk materiaal de dakbedekking bestaat en wat de huidige technische staat van bijvoorbeeld de pannen, leien, riet, metaal of bitumen is. Ga na of en zo ja wanneer onderhoud nodig is. Breng daarnaast in kaart hoe de aansluitingsdetails zijn gemaakt en hoeveel ruimte de bestaande goot biedt. Meet ook de vochtpercentages van houten delen. Is het vochtgehalte hoger dan 20%, bijvoorbeeld door lekkage, dan kan dit komen door achterstallig onderhoud of eerder foutief geplaatste isolatie. Los alle vochtproblemen op voordat je een isolatieontwerp maakt en geef het dak de tijd om te drogen. Lukt dat niet, dan is dakisolatie risicovol. Wanneer alle problemen zijn opgelost, is dakisolatie een mogelijke verduurzamingsstap. In de volgende aflevering bespreken we het isolatieontwerp en zie je welke plaatsingsmogelijkheden en isolatiesystemen er zijn.